Geachte leden van de Raad van de gemeente Hardenberg, van harte welkom op deze eerste raadsvergadering van het jaar 2019. Ik open de vergadering. Het welkom geldt ook aan de mensen op de publieke tribune. Fijn dat u er bent. En de mensen die ons ook via de moderne media, het internet bekijken, deze vergadering volgen, ook van harte welkom. Een lijstje met afwezigen. Mevrouw Rusken, de heer Van der Wel, mevrouw Kloekhorst. De heer Odink is afwezig. De heer Rodemond hebben we geen bericht van ontvangen. En de heer Wiet heeft laten weten dat hij nog steeds in de file staat op de A28. En wat later zal arriveren. Nou, het zou een mooie uitdaging zijn om klaar te zijn voordat hij binnenkomt. De vergadering is geopend zoals gezegd. Maar bij de opening wil ik ook tevens melding maken van het feit dat we het trieste bericht hebben ontvangen, al in het oude jaar nog, 2018, van het overlijden van oud-raadslid, de heer Bert Baarslag. En ik wil voorstellen om de vergadering te vervolgen staand, voor zover dat mogelijk is, en een in memoriam uit te spreken. En dat zal ik doen van achter het spreekgestoel. Op 24 december van het afgelopen jaar is Bert Baarslag op 72-jarige leeftijd overleden. Bert, geboren 8 april 1946 in Zwolle, was raadslid en tevens fractievoorzitter voor de VVD hier in de gemeente. Hij was in totaal 17 jaar actief betrokken bij de gemeente Hardenberg. En daarnaast was hij 40 jaar directeur, maar liefst van transportbedrijf Interbaarslag BV. Een van zijn hobby's was schilderen. Hij schilderde vaak het Franse landschap. Hij ging dan ook naar Frankrijk toe op vakantie, waar de familie destijds een huis had en waar hij zijn hobby ten volle kon uitnutten. Bert werd omschreven als een markant en aimabel persoon, een zeer galante man. Hij stond altijd als eerste klaar om de jas op te houden voor een dame. En als er een bijzondere gebeurtenis was, geboorte, trouw of thuiskomst uit het ziekenhuis, dan was er altijd een goed flesje wijn van Bert namens de VVD. Bert was ook een fel tegenstander van het nieuwe gemeentehuis waar we nu hier zijn. Jammer van het geld, zei hij. Zet maar op het industrieterrein, is ook beter te bereiken voor inwoners. Zeker na de invoering van het betaald parkeren. Overigens ook een nagel, om het zo maar te zeggen, zijn doodskist. Bert wou soms dingen te snel vertellen, waardoor hij af en toe de draad kwijt was. En een van zijn bekende uitspraken was: doe kalm aan, maar wel rap. Bert vond niets leuker dan na een raadsvergadering met een aantal personen een pilsje te drinken ergens in de gemeente in Hardenberg. En tijdens de periode van burgemeester Smit vergaderde de commissie Algemene Zaken, het huidige presidium zouden we zeggen, in de brandweerkazerne. En dat was ideaal volgens Bert, al was het alleen maar omdat je daar ook nog mocht roken. Ook dat uitrukken van die brandweer vond hij een prachtig schouwspel. De enige plek waar volgens hem ambtenaren nog in galop waren te krijgen. Bij de sollicitatieprocedure destijds voor een nieuwe gemeentesecretaris, waarbij ook de fractievoorzitters destijds nog een rol hadden, maakte hij van elke kandidaat een Polaroid-foto. Ik weet niet of u dat nog weet, een direct klaar foto. Alleen dan op papier. Uiteindelijk werden de 10 foto's op tafel gelegd, wat uiteindelijk heeft geleid tot de benoeming van de toenmalige gemeentesecretaris Wouke Horeberg. In 2006 stapte Bert definitief uit de politiek. En op zijn rouwkaart stond, vond ik, de volgende zeer toepasselijke tekst. Ik heb mijn leven geschilderd zoals het leven moet zijn. Groots en meeslepend, in de prachtigste kleuren, vervuld van heftige emoties en altijd oorspronkelijk. Het maaiveld buigt haar hoofd en ik sta trots en fier als baken voor anderen in de wind, omdat ik dat kan. Toepasselijker kunnen we Bert Baarslag eigenlijk niet beschrijven. Wij wensen zijn familie, die op dit moment meekijkt via internetverbinding, veel kracht en sterkte toe.
om dit voor hen zo zware verlies te kunnen dragen. Laten we nu een moment stil zijn om Bert persoonlijk te gedenken. Dank u wel. En dank ook nog aan een raadslid, Wim Kloekos, die ook nog mooie herinneringen kon ophalen aan de toenmalige raadsperiode waarin Bert Baanslag zat. En dan gaan we toch maar door met de agenda van vanavond. En dat brengt mij bij agendapunt 2, de actuele vragenrond. Is er behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenrond? De ChristenUnie? Anderen twee keer. En, ja. Ik geef allereerst het woord aan de heer Stelpstra en dan aan de heer Van der Gramp. Dank u wel, voorzitter. Helaas is het jaar in zaken de NAM niet zo prettig begonnen. Begin januari zijn wij en met name de omwonenden opgeschrikt in zaken een lekkage bij de NAM-locatie in Kollendoorn. GroenLinks heeft direct al een aantal vragen, schriftelijke vragen ingediend. Die dekken niet helemaal de lading die bij de ChristenUnie-fractie leeft. En daarom hebben we ook samen met GroenLinks nog een aantal vragen. En we hebben het met name over oorzaak, gevolg, preventie en communicatie. De eerste vraag is, heeft het college contact met de NAM in zaken de lekkage, het ongeluk? En wat is de status van dit overleg? En hoe heeft dit kunnen gebeuren? Tweede vraag, wanneer verwacht het college duidelijkheid te krijgen over de toedracht van het ongeluk? En de te nemen beheersmaatregelen van de NAM. En het gevolg hebben we zicht op de daadwerkelijke gevolgen en dus de preventiemaatregelen. En als derde vraag, hoe gaat de omgeving hierin worden meegenomen? De huidige reactie van de NAM naar hunzelf is door hun als niet afdoende beoordeeld. Anders geformuleerd, hoe komt het college op voor de belangen van de omgeving en de communicatie vanuit de NAM naar de omgeving? Dank u wel. Akkoord, een aantal vragen over de lekkage van de NAM-locatie Kollendoornveen. Kijk even naar de verantwoordelijke portefeuille de heer Kout. Of we de gestelde vragen in zou willen gaan. Ja, voorzitter, dat wil ik heel graag. Ik behandel ze in de volgorde zoals ze gesteld zijn. Heeft het college contact met de NAM in zaken de lekkage, het ongeluk en wat is de status van het overleg? De calamiteit op de NAM-locatie aan de Slagenweg te Kollendoorn is op 2 januari gemeld bij de burgemeester. Deze heeft het direct doorgestuurd. Vanaf 3 januari is er vrijwel dagelijks ambtelijk contact geweest met de NAM om de stand van zaken goed met hun door te nemen. Het college is tevens continu op de hoogte gehouden en hoe de calamiteit heeft kunnen gebeuren is nu een onderdeel van onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd op last van de toezichthouder, de SODM, Staatstoezicht op de Mijnen. En de Staatstoezicht beoordeelt de resultaten van het onderzoek en zal zo nodig maatregelen opleggen aan de NAM. Wanneer verwacht het college duidelijkheid te krijgen over de toedracht en ook over de te nemen maatregelen? Het gevolg, hebben we zicht op de daadwerkelijke gevolgen en wat zijn de preventiemaatregelen? Er vindt nu een onderzoek plaats naar de oorzaak van de calamiteit. En wanneer deze resultaten bekend zijn, dat is nu nog niet aan te geven, dat is nog in onderzoek. We hebben wel zowel van het SODM als van de NAM aangegeven gekregen dat, is dat, de, dat zij ons in kennis zullen stellen van de resultaten van het onderzoek. En uit het onderzoek zal ook naar voren moeten komen of er nadere preventie-eisen moeten worden gesteld en zo ja, welke. De eerste prioriteit van de NAM en ook van de SODM lag in het verwijderen van de vrijkomende vloeistof buiten de NAM-locatie in het slootwater, de slootbodem en het taluut. Dit is intussen gebeurd. De resultaten worden verwerkt in een evaluatieverslag en dat zal dan naar het SODM en ook naar de gemeente worden verstuurd. Verder is het terrein van de NAM zelf schoongemaakt. De NAM heeft aangegeven dat de ontzwavelingsinstallatie is stilgelegd en dat deze pas weer wordt opgestart na goedkeuring van het SODM.
Nou, dan hoe betrekken we de omgeving? De buurtvereniging Kollendoorn heeft de NAM op 2 januari gevraagd meer informatie over de calamiteit te geven. De buurtvereniging is op 3, 4 en 11 januari per mail nader door de NAM geïnformeerd. De vereniging heeft zelf de antwoorden onderling gedeeld via een WhatsApp-groep. Bij al deze berichten is ook de contactpersoon van de gemeente meegenomen. De NAM heeft tot slot aangegeven, indien gewenst, binnenkort met de buurtvereniging overleg te gaan om de informatieverstrekking te evalueren. Het college heeft op basis van de voorgaande tot nu toe nog geen aanleiding gezien om zelf richting de NAM actie te ondernemen. En voor wat betreft de evaluatie van de communicatie van de NAM naar de omgeving, ook daarvoor geldt dat wij dat afwachten. Als daar een behoefte aan is vanuit Kollendoorn, dan gaan wij ons daarbij aansluiten. Tot slot, aanstaande donderdag heb ik zelf een gesprek met plaatselijk belang Kollendoorn en de buurtvereniging Kollendoorn-Veen. En zullen we ook dit onderwerp daar nader bespreken. Tot zover. Kijk even naar de heer Stelpstra. Ja, ik mag niet interruperen tijdens de maiden speech. Dus, maar heeft u zicht op wanneer het onderzoek is afgerond? Nee, dat heb ik niet. Ik verwacht wel, nou, laten we zeggen, dat dat binnen een maand is gebeurd. Maar ik heb daar geen extra datums van. Ik stel voor dat als het onderzoek is afgerond, dat u daar ook van op de hoogte wordt gesteld. Akkoord. Dank u wel voor de informatieverstrekking, ook hier in de Raad. De heer Van der Grampel. Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag gaat over subsidieoproep voor maatschappelijke diensttijd. Het kabinet heeft in 2018 een actieprogramma maatschappelijke diensttijd ontwikkeld, waarmee men wil bevorderen dat jongeren de mogelijkheid krijgen om via maatschappelijke projecten en activiteiten bij te dragen aan een sterke en betrokken samenleving, waarbij ze ruimte, waardering en ondersteuning krijgen om zichzelf te ontplooien en talenten te ontwikkelen. Het ministerie van VWS heeft nu recent een aankondiging gedaan van een subsidiemogelijkheid, maatschappelijke diensttijd, voor samenwerkende gemeenten. De aanvraag kan worden ingediend door een consortium van meerdere gemeenten met hun natuurlijke partners. Het ministerie wil de inrichting van de maatschappelijke diensttijd baseren op de aanpak van de Belgische Samenlevingsdienst, waar goede resultaten zijn geboekt met een programma waarbij jongeren 6 maanden onder begeleiding deelnemen aan een maatschappelijk project binnen sport, cultuur, welzijn of natuur. Daarnaast krijgen de deelnemers in groepsverband verschillende trainingen. En dan de vraag aan het college: staat u positief tegenover het concept van deze vrijwillige maatschappelijke diensttijd? En bent u bereid om op korte termijn te onderzoeken of Hardenberg samen met 1 of meerdere gemeenten in de regio aan dit actieprogramma kan meedoen? En dan voor de volledigheid nog even daarbij toegevoegd dat op 13 februari een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd landelijk, die wel verplicht is voor potentiële deelnemers. Akkoord, dank u wel. Vraag maatschappelijke dienstplicht, mevrouw Luit. Portefeuillehouder gaat in op uw vragen. Voorzitter, dank u wel. Op de vraag van meneer Van der Grampel kan ik heel simpel antwoorden. We zijn zeker geïnteresseerd in de mogelijkheid. Zoals we dat ook vaker zijn geweest en hebben aangegeven dat alle mogelijkheden om jongeren te betrekken bij meer sociale doelen, daar zijn we enthousiast over, maar in dit geval blijkt ook uit vergelijkbare projecten dat het heel erg goed is voor de talentontwikkeling en de zelfkennis en de sociale vaardigheden. Wat dat betreft een volmondig ja dat we dat willen onderzoeken. Heel graag, het liefst ook met de scholen en met bijvoorbeeld een organisatie als de STUW. Omdat uit de 30 proeftuinen die vorig jaar zijn gestart, blijkt uit een eerste soort tussentijdse evaluatie dat het onderwijs verreweg de meest natuurlijke partner is om hiermee te beginnen. Ook bedrijfsleven vanzelfsprekend en maatschappelijke organisaties. Dus wat dat betreft gaan we snel met ze praten en we gaan sowieso in februari naar die bijeenkomst. Mochten er redenen zijn waarom we het liever anders organiseren, dan kom ik nog buiten. En dat onderzoek breidt u ook uit naar samenwerking met meerdere gemeenten? Voorzitter.
Oh, nu wel. Oh, goed. Sorry, dit lampje is kapot. Ja, dat zullen we zeker ook met andere gemeentes bekijken. Maar ik denk wel dat het, omdat wij natuurlijk al redelijk wat kernen en oppervlakte betreft, dat het vooral belangrijk is dat we het voor de jongeren, maar ook voor de projectbegeleiders en bijvoorbeeld bedrijven en organisaties wel nou ja, een beetje makkelijk te organiseren opzetten. Dank u wel, mevrouw Luiten. Voldoende, constateer ik. Kijk nog even rond in de raad of er nog andere actuele vragen zijn. Dat is niet het geval. Dan kunnen wij dit agendapunt afronden. En dat brengt ons bij agendapunt 3. De vaststelling van de agenda. Kan deze uw goedkeuring dragen? Akkoord. Akkoord. Het spreekrecht bij de agendapunten. Er heeft zich niemand gemeld om in te spreken. Dan kunnen wij ook dit punt afhameren en dat brengt ons bij agendapunt 5, het vaststellen van de besluitlijst van de raadsvergadering van 18 december jongstleden. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen en daarmee kunnen we het verslag definitief, de besluitlijst, definitief maken. Dat brengt ons bij agendapunt 6, bespreekstukken. Er is één bespreekstuk aan de orde en dat is het herbenoemen van de voorzitter van de Rekenkamercommissie. Dat gaan wij zo meteen doen, maar ik zou graag het woord willen geven aan de heer Brink om nog een aantal woorden te wijden aan de procedure zoals die is gelopen en in ons midden dan ook van harte welkom heet mevrouw Bethem. Ik heb haar al gezien. Ja, welkom, want over u gaat het. En wij gaan nu luisteren naar de heer Brink bij het agendapunt herbenoemen van de voorzitter van de Rekenkamercommissie van de Raad van de Gemeente Hardenberg. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is mij een genoegen dat ik in mijn rol als voorzitter van het presidium het woord tot u mag richten namens de gehele gemeenteraad. Aangaande de benoeming van de voorzitter van onze Rekenkamercommissie. Zoals u weet hebben wij in onze gemeente een gemengde Rekenkamercommissie. Dat wil zeggen dat deze bestaat uit raadsleden en een onafhankelijk voorzitter. We hebben hiervoor gekozen omdat de raad graag betrokken wil zijn bij de keuze van het onderzoeksonderwerp en de probleemstelling waar het onderzoek zich op zal moeten richten. Vorig jaar waren er verkiezingen en die resulteerden in veel nieuwe raadsleden. En het zal geen verrassing zijn dat het ook zijn uitwerking heeft gehad op de Rekenkamercommissie. Maar daar zien we bij de leden alleen maar nieuwe gezichten. We zijn dan ook content dat de huidige voorzitter, mevrouw Wertheim, zich beschikbaar heeft gesteld voor herbenoeming. Zodat de continuïteit en slagvaardigheid van de Rekenkamercommissie gewaarborgd blijft. Wij wensen haar veel succes toe met het vervullen van deze belangrijke taak en zien uit naar de verdere samenwerking. Dank u wel. Dank u wel, meneer Brink, voor de toelichting. En dan gaan wij allereerst het raadsvoorstel in stemming brengen. En daarna, als u positief heeft beslist, kan de verklaring en de belofte worden afgelegd door mevrouw Wertheim. En aan de orde is het raadsvoorstel voor het herbenoemen van de voorzitter van de Rekenkamercommissie, mevrouw Wertheim, te herbenoemen als voorzitter van die Rekenkamercommissie voor de duur van de raadsperiode 2018-2022. En ik vraag aan u, kunt u daarmee instemmen? Dat is het geval. Akkoord, unaniem, alle aanwezigen hier stemmen in met het voorstel tot herbenoeming. Aldus besloten. Dan gaan wij nu over naar het afleggen van de verklaring en de belofte van mevrouw Wertheim. En dat doen wij in het midden van de raad. En u heeft het al eerder meegemaakt, dus u loopt al mooi die kant op. Want artikel 8.19 van de gemeentewet, ik noem het toch nog maar even, bepaalt dat alvorens de functie kan worden uitgeoefend van een lid van de Rekenkamer, dus ook de voorzitter in de vergadering van de raad, in handen van de voorzitter, de volgende verklaring en belofte zal afleggen. En die verklaring en belofte die ga ik voorlezen en dan spreekt u de woorden uit dat verklaren en beloof ik. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de Rekenkamer benoemd te worden, rechtstreeks, nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of enige gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt
te doen of te laten, rechtstreeks, nog middelijk, enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de rekenkamer van de gemeente Hardenberg naar eer en geweten zal vervullen. Wat is daarop uw antwoord? Dat verklaar ik en dat beloof ik. Zo. Mooi, dank u wel. Van harte gefeliciteerd en opnieuw welkom als voorzitter van de rekenkamer, de commissie van de gemeente Hardenberg. Een mooie klus die weer aan zit te komen voor de volgende raadsperiode en de werkzaamheden zijn al volop gaande weer. Dus dat is ook mooi om te zien dat het werk gewoon doorgaat. We hebben nog een mooie bos bloemen voor jou om te onderstrepen dat we blij zijn met de benoeming en dat we je heel veel succes willen werken in de volgende periode. Dankjewel. Alsjeblieft. Oké. Wil je nog wat zeggen als voorzitter of zeg je van het is goed zo? We gaan aan het werk. Het is mooi, hè? Dat is toch even wennen, die techniek. Ja, bedankt voor het vertrouwen dat ik weer de voorzitter mag zijn van de rekenkamercommissie. Bedankt voor de mooie woorden als introductie. Ik ben heel erg vereerd. En inderdaad, we zijn begonnen. Aanstaande maandag hebben wij een startbijeenkomst voor het nieuwe onderzoek. Met de ambtelijke vertegenwoordiging en met de onderzoekers en met de rekenkamercommissie. Dus we hebben er zin in en jullie horen van ons. Mooi, prima. Dank. Ja. Positief. Dank mevrouw Wertheim en heel veel succes nogmaals gewenst met de werkzaamheden voor de gemeenteraad. Akkoord. En dat brengt ons alweer bij de hamerstukken voor deze avond. De hamerstukken van de raadsagenda. Agenda punt 7. Eén agendapunt. Follow-up verslagjaar 2018 omtrent de horizontale verantwoording van het archiefbeheer van de gemeente Hardenberg. Iemand de behoefte om daar een stemverklaring over af te leggen? Dat is niet het geval. Dan vraag ik u, kunt u instemmen met het voorstel zoals het voor ligt? Akkoord, akkoord. En daarmee is dat voorstel ook definitief geworden. Agenda punt 8, de lijst van ingekomen stukken van de raadsvergadering van 15 januari 2019. Akkoord. Dan de rondvraag. Agenda punt 9. Behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Niet het geval. Dan komen wij bij het laatste agendapunt. De sluiting van deze raadsvergadering. Dank voor uw besluitvorming. En de vergadering is gesloten. En de oriënterende ronde begint om 7:30. Dank u wel.